Jérôme Ekpongen Solo heeft de opdracht om deze wedstrijd te leiden. En alle spelers van Club Brugge met het nummer 23 op het shirt, het nummer, het vaste nummer van François Stekelen. Ik heb er ook nog nooit zo'n moment. Zo intens. Ik de Vroel, die zat in de Thijssen. De spits met het nummer 23. Nooit meer zal scoren. De voetbalhymne.
De spelers en supporters van Club Brugge nemen op indrukwekkende wijze afscheid van François Sterkelé. Daarna moet er ook nog gevoetbald worden. Er gebeurt lange tijd niets tot Leko een vrije trap in doel gooit. Club Brugge staat op voorsprong. In de 23e minuut brengen de clubsupporters spontaan hulde aan hun overleden nummer 23. Song scoort bijna in die 23e minuut, maar de winter redt en Vermeulen trapt in het zijnet. Westerlo is ook gevaarlijk wanneer het schot van Sarki afgeblokt wordt en Korstjes schiet tegen de paal. Maar Club is baas. Kort voor de rust zet Anglebert voor en Song kopt de 2-0 binnen. Ook in de tweede helft wordt er aan een laag tempo gevoetbald. En Leko zet Capon op weg naar het derde doelpunt. Westerlo komt nog dicht bij een tegentreffer, maar Stijnen brengt redding op het schot van Zelenka. Maar het laatste woord is nog voor Club en Song, die helemaal op het einde nog een tweede keer scoort. Club Brugge wint met 4-0 van Westerlo, maar dat was voor één keer niet het belangrijkste.